Ik vind het spannend. Lekker heel spannend. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom weer in een nieuwe video van Roblox. Booga, 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 booga. Jullie zien, ik heb een Adderite helm die is van mij. Ik had in een paar opnames die waren mislukt dat ik full Adderite, helemaal full. Alleen nu niet meer, want ik ben doodgegaan door een pro met max level armor en zo. Dus dat is super irritant. Dus nu heb ik eigenlijk alleen maar niks meer. Ik heb nog wel deze spullen hier, alleen ik heb niet meer mijn pakje en zo. Maar er is dus een nieuwe map. Wat ik inderdaad zie. En Ant People. Ja, daar loopt er al een. Mieren. Ik kom naar de miertjes. Lekker bezig. Hier zijn zoveel rafts. Een rock. Zo. Welkom bij opnieuw beginnen in Booga Booga. Bye. Plebbies. Dit zijn ook nog gewoon niet genoeg logs. Dit was echt gewoon kak. Maar ik kan in ieder geval dit allebei maken. Wat heel fijn is. Ik kon ook gewoon alvast iron maken. Ja, dat is fijn. En in ieder geval even wat betere tools die gewoon 4 damage doen. Dat is tenminste iets normaals. Oké, maar ik wil het zelf ook maken. Oké, hoeveel logs hebben we? Er is altijd weinig logs in deze game. Hoe kom ik aan 2 logs? Plebbies. Hopelijk gaat het nu eventjes wat sneller. Heb ik even wat sneller gear. Want ik wil weer eventjes wat armor fix. Solidam. En die zeilboot wil ik kijken. En de Ant People. Ja, de Ant People wil ik even kijken. Het is hier geen dansvloer. Backfull. Ik maak wel eerst eventjes een zeilbootje. Holy damn. Dat ding is cool. Oké, logs, logs, logs. Oh nee, dit vind ik echt zonde om dit allemaal te laten liggen. Ik ga. Let's go. Ik zeg alleen maar let's go. Wat hoor ik? Oh, Warhorn. Zeilen. Sea of Thieves. Oké, ja, het is leuk en aardig. Leuk en aardig. Maar hier wordt mijn base. Ja, dit wordt mijn base. Alleen hebben we eerst eventjes weer wat kleertjes nodig. Aan steel kom je met steel mix. En daarvoor heb je raw iron nodig. Mix. Raw iron. Krabbity crab 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 crab. Waar is raw iron? Ik denk een beetje hier bij die vulkaan. Hier is een mierel. Oh yes. Ik ga naar binnen. Een ant mount. Ik ben benieuwd wat ik krijg. Oké, kijkers, ik ga dit even kapot maken. Ik ben benieuwd wat ik krijg. Ik denk er geen ene zak. Of ik denk dat gewoon de mieren achter me aankomen. Oh nee, de mieren gaan achter me aankomen. Is er al een ding vrij? Ja. Ik heb al een paar requests gedaan. Gumball. Oké, kijkers, de ding is echt bijna kapot. Oké. 1 hit. Raw gold, logs en slakken. Oké. Niet dat ik dat echt bepaald nodig had. Hak hem. Hopelijk zit hij eventjes wat... Ja! Raw iron. Oké, dan drop ik eventjes deze sticks. Raw iron. Daar houden wij van. Hoi. Backfull. Kijk hoeveel Adderite bars ik heb. Waarom heb ik er zoveel? Ja, dat was het wel zo'n beetje. Oké, dan pakken we dit even op. Hup. Oh ja, kijk. Raw iron. Nog meer. Oké, kijkers, ik heb echt heel veel raw iron en steel mix. Maar waarom kan ik geen Adderite dingen maken? Cubes. En Fireite. Daar heb ik bijna niks van. Oké, dan kunnen we dat wel even gaan halen. Ja, kom, we gaan eventjes wat ice cubes halen. Dan hebben we armor in de pocket. En daarna gaan we eventjes aan een base beginnen, denk ik. Ja. Oké, kom je mee? Ik weet niet waar die ene dude is. Ik ga maar gewoon lekker alleen. Oké, die kant op. Daar zijn mensen van de roze tribe met level 100. Dat is niet waar ik van hou. Ik weet ook niet waar nu de Fireite plek is. Oh, omdat de map is veranderd. Ik weet echt niet waar die is. Oké, dan kunnen we in ieder geval wel gewoon dit maken. Of een chestplate. Ja, een chestplate. Oh, ik ben per ongeluk op het land gegaan. Nee, ik ben op het land gegaan. Nou, maakt niet uit. Maak een chestplate, 6 ice cubes. We doen wel eventjes wat brood weg. Daar hebben we echt genoeg van. Hak hem. Oh, deze. Hakken. Oké, we hebben er maar 6 nodig, toch? Ja. 6, 1, 2, 3, 4. Huh? 8. Oké. Adderite chestplate. Plop. Yay. Eigenlijk is Adderite best wel makkelijk om te krijgen. Het is echt easy. Hij heeft crystal. Houd toch op. Oké, ik denk dat ik het bij dit laat. Niet echt voor Adderite ga of voor de... pickaxe en zo. Maar ik kan wel voor steel pickaxe gaan. En een battle axe. Maar dan moeten we het even koeken alles.
Ja, dat gaat wel lukken. Maar die crystal dude, die moet echt wegblijven. CC Admin. Dat is een van mijn Roblox vrienden. Level 600. Wat doen die mieren? Die brengen volgens mij alleen gewoon stuff. Ik weet niet of ze nou echt zo heel bijzonder zijn. Ik laat de mieren gewoon lekker hun gang gaan. Ik ga dit steel koken en zo. Of bakken, weet ik veel. Ik plaats hier geen campfire. Ik plaats hier nu wel een campfire. Ik plaats hier nog meer campfires. En ik pleur het steel mix erop. Holy damn, de toren is heel groot. De toren pleurt. En de toren is gepleurd. Hallo. Wat heb je? Waarom breng jij slakken? Serieus? Oh, oh, wat? Nee. Wat? Thanks. Nee. Jom. Is deze beter? En een crystal club. En tools? Wat? Dude, you're crazy. Dit is echt gaaf. Ten eerste, we hebben dit. We hebben de max level armor van de game. Maar we hebben ook nog gewoon reservestuff. We hebben gewoon nog hier een... Oh, geeft hij me dit. We hebben geen broek, maar dan hebben we wel gewoon crystal armor nog hierna. Maar check deze tools. Ik ben echt benieuwd hoeveel deze gaan geven. Die back is echt veel beter. Wou ik steel tools gaan maken? Nou, dat heb ik al. 3 keer steel tools. CC Admin, als jij dit kijkt, thanks dat je me weer even op gang wil helpen. Want nu kunnen we fun gaan maken. Kom, we maken een base. Ja, we gaan nu echt eventjes een dikke base maken hoor. Die kruinen, die ploppen we hier neer. Stone. Hoeveel stone heb ik? Oké. We gaan echt gewoon een mega base maken. Oh, zo draaide je. We beginnen even met een mini base. Daarna kunnen we gewoon weer de muur uitbreiden natuurlijk. Oh, thanks. Geeft hij me ook nog eens stone. You're starving. Goed dat je het wou zeggen, game. Want ik heb vers brood van Bakker de Klon. Dat heb ik altijd. Altijd heb ik dat bij me. Ik ben blij dat hij in mijn tribe zit. Want als ik tegen hem moet... Oeh. Wij zijn nu wel echt een heel gevaarlijk team, hoor. Zo, dit is wel een beetje onze weak point daar. Oh, en ik heb ook nog een bow. Met 8 arrows. Oh, yes. Heb ik nog even een plebsjesje. Ja, dit is magnetite. Dat is gewoon max level armor. Holy damn. Dit is cool. Oké, laat ik even wat meer resource verzamelen om de base uit te breiden. Mijn warhorntje moet er ook weer even bij. Warhorn. 4 logs. Ah, ah. Wat gebeurt er? 4 logs. Oké, dat is niet zo moeilijk. Tjak, tjak, tjak. Dit doet gewoon 10 damage per keer. Ik ben ook benieuwd hoeveel die club doet. Dit is echt mega vet. Doe me denken aan die superhero. Ja, de klonnie kent superheroes. Nee, maar aan die slechterik. Van Lego Marvel Superheroes. Ja, Lego, sorry. Gimme, gimme. Maar we hebben nu ook wel wat stone nodig eigenlijk. Warhorn. Oh, yes. Ja, dit is vet. Hey, come at me, bro. Daar is iemand crystal. Iemand met crystal, kom. Een Magnemite Meteor is fallen down. Hij gaat erop af. Maar iemand met crystal komt. Help. CC Admin. CC Admin. Chuck, 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 chuck. Oh, sorry. Sorry. Ik wist niet dat jij het was. Dat ik hem ook nog eens bijna doodgemaakt. Oh, ik voel me nu echt heel slecht. Ik heb je geïnvite. Oké, maar waar haal je ook weer stone vandaan? Oh ja, die slakken. Oké. Ja, dus straks ga ik dan eventjes die megaslak killen. Want ik wil een uitgebreide base hebben. Klup, 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 klup. Oh, dit ding is ook nice. Het doet 8 damage. Daar kan je echt easily iemand mee killen. Maar dit doet meer. Stone. Oké, dat is wel echt netjes stone. Ik hoef niet echt te touwen en zo. Ik wil gewoon walls. En heb je hier zo'n extra yard? Gaan we hier maken. Maar ik denk dat ik even shark ga temmen en dat we eventjes op pad gaan. Eventjes wat mensen killen. Kom, we gaan mensen killen. Ik ga eventjes, daar zat net een shark. Ja, daar zit hij nog steeds. Ik ga eventjes die shark van iemand jatten. Dan gaan we eventjes op pad. En dan doen we even dit. Huh? Waar is mijn bow and arrow heen? Hey, jij gaat niet mijn zeilboot jatten. Ik waarschuw je. Hello.
Wanna join? Level 5, dat vind ik zielig. Hij mag joinen. Oké, dan niet. Nou, ik ga in ieder geval op pad. Huh? Daar is de crystal. De Magnetite crystal. Ik ga hem pakken ook. Ik ga erop af. Als je maar niet mijn base loopt, hè. Als je maar niet mijn base loopt. Maar zo kwamen ze sneller door deze dingen te bouwen. Ik wil ook. Wait for me. Oh, come on. Dat heb je serieus net kapot gemaakt. Net. Als het toen ik er kwam. Oké, deze dingen wil ik wel allemaal. Oké, kom, let's go. We gaan eventjes de base uitbreiden. We gaan killen. Oké, wacht. Ik pak eventjes deze slak. Wat? Kan hij sneller hakken? Oh, nee. We doen gewoon 20 per keer. Nee, meer. Zo. Shelly, kijk uit. Het ding is bijna kapot. Minis. Edward. Nu vind ik dat nog vet. Alleen, ik moet even aan wennen dat dat niet meer cool is. Edward is niet meer cool. Dit wil ik allemaal. En die stone ook. En dit. Tuk. Oké, ik moet wel even wat gaan eten. Eating. Oké, CC, help me. Let's go. We gaan. We're going to kill. Daarboven zijn mensen. Daar. Oh, hij heeft echt een hele haven. Een steel raft. Ik weet niet of dit echt de moeite waard was. Oh, hij is wel echt heel snel. Oké, let's go. Is hij er nog? Nee. Daar. Get team. Hoi. Ik ga veel sneller. Oh, hij is een hele beest. Oké. Let's go and kill. Ik werd gekilled. Dan ga ik ook eens eventjes mensen killen. Daar is hij. The tribe. The green. The greens. Hello. Peace or not. Oké. Nou, nee, ik vind het zielig. Stop. No. Oh, oké. Can we join? Deze tribe is dood. We hebben dus peace gemaakt bij deze mensen, maar ik wil ze het eigenlijk toch wel killen. Maar ik vind het te zielig. Ze zijn een beetje low level namelijk. Kijkers, ik zorg even voor dat we eventjes gaan aanvallen. Want wij willen geen peace. Wij willen aanvallen. Kom op. Boa. Boa. Warhorn. Oké, waar zijn ze? Ik vind het spannend. Dat is heel spannend. Oké, het maakt me niet uit als ik dood ga. Als ik maar een dikke battle heb met mensen met Magnetite. Let's go, we gaan. Hij jumpt. Hak. Dude. Sorry. Ik wist niet dat het een vriend van je was. Kom op, ik wil even iemand attacken. Oké. Waar is die? Ik ga iedereen aanvallen die ik zie. Er is letterlijk niemand. Hier. Ik wil ook een slakhoofd. Waarom heeft hij een slakhoofd? Hoe kom je daaraan? Is hier... Wat? Let's go. Dude, doe nou niet zo bang. Kom, we gaan exploren. Waar zijn ze? Oké, nu vind ik het weer een beetje creepy worden. Het is ook zo diep. Oh nee, I don't know. Hier zit wel dik Adderite daar. Oh, dat is wel fijn. Oké, dit ding moet ik echt onthouden. Heel veel iron en zo. Ik denk dat, dat het battelen er vandaag niet in zit. Maar nu heb ik weer heel veel. En ik ga er even voor zorgen dat ik niet dood ga. Want dan kan ik in de volgende video kunnen we echt gaan battelen. Want nu zit dat er denk ik niet in. Full Magnetite. Full flipping Magnetite. Kijkers, laten we like achter. Als jullie meer boeka willen zien. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!